Vandaag zijn we bij een bijzondere woning in Raamsdonk. Bent u toevallig op zoek naar een vrijstaande woning, maar heeft u niet het budget om 6, 7, 8 ton te betalen? Dan hebben we hier een prachtige vrijstaande woning in de startersprijsklasse. Het mooie aan deze woning is dat hij twee belangrijke onderdelen tegemoet komt. Het eerste is, het is vrijstaand, het is leuk gelegen. En het tweede is, het is prachtig afgewerkt van binnen. Het is volledig geïsoleerd, het is gemoderniseerd, het heeft drie slaapkamers en een eigen parkeerplaats. De indeling van deze woning is ook heel erg leuk gedaan, want wat je namelijk hebt is dat de ingang, dus de voordeur, zit eigenlijk aan de achterkant. Als je binnenkomt heb je hier een ruime hal. Er is hier een toiletruimte wat er vroeger een badkamer was en in die toiletruimte hebben ze een aparte ruimte gemaakt voor de wasmachine aansluiting. En daarnaast is er nog een kelder voor de extra bergruimte en voorraad. Deze woning is een bijzondere woning. Dit huis is namelijk gebouwd in 1953, destijds als een Noorse noodwoning voor de watersnood in 1953. Het is dus gewoon een houten woning. Het mooie is van de houten woning dat die afgelopen 8 à 10 jaar volledig is gerenoveerd. Van binnen geïsoleerd, voorzien van een nieuwe badkamer, nieuwe keuken, mooie nieuwe afwerkingen en ook nog eens drie slaapkamers. De originele indeling was iets anders. Aan de voorkant zat de keuken en aan de achterkant was het woongedeelte. Maar deze mensen hebben het helemaal omgedraaid en hebben er een hele leuke nieuwe indeling van gemaakt. Daardoor krijg je een woonkamer aan de voorkant, een eetkamer hier aan de achterkant met daarnaast direct de moderne keuken. De keuken is heel compleet, is mooi afgewerkt en het leuke aan de keuken is dat die helemaal in een bepaalde stijl en kleur is gemaakt. Er zit een mooie witte kookplaat in, de afwerking is hoogglanswit, er zit een vaatwasser in, een koelkast en een combi-oven. Je hebt lekker veel werkruimte, lekker veel bergruimte en van meerdere kanten lekker lichtinval. Op de eerste verdieping van deze woning vinden we drie slaapkamers en een badkamer. Nou zijn de slaapkamers niet allemaal super groot, maar wel praktisch en zeker ruim genoeg. De verdeling van de drie slaapkamers is zo dat er twee aan de achterzijde zijn en eentje aan de voorzijde. En een van deze slaapkamers is natuurlijk gewoon echt lekker groot, is de oude slaapkamer. De andere is een lekkere ruime werkkamer en dan is er nog een wat kleinere kinderslaapkamer aan de achterzijde. Vanaf de eerste verdieping op twee plekken is ook de zolderverdieping te bereiken. Dat is een flinke ruime berging waar je lekker veel spullen kwijt kan. En aan de voorkant hebben we dan nog de badkamer. En de badkamer is grotendeels betegeld. Keurige tegelvloer, voorzien van een toilet, een douchecabine en een praktisch wastafelmeubel. De tuin achter deze vrijstaande woning is gelegen op het zuiden. Dus dat betekent, zoals je ziet, lekker veel zon. De tuin is keurig netjes aangelegd met een leuk waterloopje, een terras. Aan de achterkant kun je vanuit de woning lekker de tuin inlopen en naast de woning is een eigen parkeerplaats. Verder is de tuin ook nog eens uitgerust met een flinke houten berging en een aparte overkapping waar je de fietsen kwijt kan. Wil je alles weten van deze woning met 160 vierkante meter perceel, ruim 80 vierkante meter woonoppervlakte en drie slaapkamers? Kijk dan op de website www.stationstraat41.nl.